hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Infinite Warfare video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Hallo Mats! We gaan natuurlijk weer vandaag tegenaan op deze domination potje van Pressing. En we gaan eens even kijken wat voor werk wij kunnen gaan verrichten. Dus vind je het dan leuk om naar te kijken, mensen? Dan natuurlijk subscribe op de like knop. Dan loopt er al 1. Dan loopt er al 2. En dan loopt er... Oh, teammate heeft die andere. Nee, teammate heeft die andere niet. En dan liep de derde. We gaan natuurlijk kijken of we gewoon een mooie score kunnen gaan neerzetten. Hoe beter onze score is, hoe beter het natuurlijk is. Dat lijkt me ook best wel logisch. En als je dit dan leuk vindt, mensen, dan natuurlijk subscribe op de like knop. Als wij in totaal... De... Laten we gewoon een keer proberen. 2000 likes kunnen halen als ik het super vet vind. Dus ram kaart op like nog, jongens, als je het leuk vindt. En dan gaan we er gewoon iets moois van maken, jongens. Want ik heb er best wel zin in, namelijk. En we beginnen ook best wel sterren. Oké, nu moet ik je weg. Doei. Teammate, kan je me helpen misschien? Wacht, dit is een goede eclipse. Wacht, hier. Dit is een vieze, jongen. Deze ken ik nog niet. Komt hij aan? Ik hoor hem namelijk. Komt hij aan? Let op. Nu. Alsjeblieft, teammates. Een beetje helpen mag altijd. Er zit er één achter me, dat weet ik. Zitten nu namelijk... Ik wou het zeggen, ze zitten nu namelijk op B, dus... Ik ga toch echt een beetje afzwakken. Ik ga een beetje naar achteren. Ik kan ervoor kiezen om natuurlijk die vlag te pakken, maar... Ik ben een klein beetje bang als ik eerlijk ben. Dus ik probeer eventjes naar mijn teammates toe te gaan, zodat ik een beetje wat meer cover heb. Wat altijd lekker is, en dan gaan we er wel weer verder op af. Want ik was heel veel bang daardoor namelijk. Dus vandaar dat ik ook eventjes wat afstand nam. Puur omdat ik het gewoon simpelweg even niet meer vertrouwde. Ik zie hem. Ik had je al gezien, jongen. Warden binnen. Lekker bezig. Lekker warden, double kill. Lekker bezig, jongen. Let op daardoor, want daar kunnen ze vandaan komen natuurlijk. Kijk, hij komt er ook vandaan. Teammate is dood namelijk. Maar ik heb hem. Lekker warden. Ze komen daar uitlopen nu. Ze zijn er namelijk gespawnd. Dus... Teammate gaat er als een bad boy in. Maar ik ben een beetje bang. Dus ik durf het niet. Hoeveel stond ik, man? Ah, nee. Ik had mijn reactive armor nog niet. Dat duurt zo lang voordat je die hebt, jongen. Ah, ik ging lekker daar, jongens. Oh, we gingen hard, hoor. Je kan zeggen wat je wil, maar we waren echt hard aan het gaan daar op dat moment. Zo jammer dat ik dan dood ga, hè. Holy shit, man. Zo, het schot op de teammates ding, hè. Ik ga mijn reactive armor deze keer bewaren, hoor, want ik had hem net nodig bij die twee mensen. Dan hadden ze hem misschien nog kunnen hebben. Alleen dan heb ik hem weer niet, weet je. Dus ik ga hem nu expres bewaren, want anders weet ik wel weer hoe laat het is. Okay, lekker, jongen, met teamwork die vlag gepakt. Daar had ik mijn reactive armor dus nodig. Goeie moment gebruiken, want anders was ik daar dood geweest namelijk. Ik ben echt, ik weet niet of ik dat mag zeggen, ik ben echt keihard bezig nu op dit moment. Holy fuck, dat was een lekkere kill. Oh nee, wat een onzin dat ik die nu niet heb! Nah. Ik was er gewoon aan het hipfire, die kill had ik gewoon moeten hebben, jongen. Holy fuck, we staan 42-3, ouwe. En de eerste ronde zit er nog steeds niet op. We hebben echt al mega veel kills deze eerste ronde, hoor. Hoor die warden gaan dan, jongen. Dit is niet normaal, hoor, wat ik hier in dit potje aan het doen ben. Ik vind het echt jammer dat ik dood ga. Meestal boeit me niet zoveel, maar dit potje vind ik het echt jammer. Want ik had hier echt iets zieks kunnen doen. Vandaar dat ik het jammer vind, want ik weet dat ik iets zieks kon doen, jongen, dit potje. Zo kut is dat, hè. Ik heb nog een UAV voor, jongens. Deze keer wist ik het dat ik het via daar kwam, vriend. Lekker, kom er nog meer, kom er nog meer. Ik blijf er heel veel zitten. Nee, ze komen via hier. Holy shit, dankjewel, Warden. Die had ik niet zien aankomen daar, kijk, die laatste. Maar Warden heeft er gelukkig opgepakt, dus dankjewel. We're in the lead.
Want anders was ik daar weer hard dood gegaan namelijk. Securing C. Assist your team at Bravo. We proberen die vlag niet te pakken hoor, want ik vind twee vlaggen wel genoeg om te hebben. Dus ik ga ook niet proberen die derde vlag te pakken, want dan gaan de spawns namelijk heel raar doen. Dus. Ik kan hem natuurlijk wel pakken voor mijn team, maar het is niet nodig op dit moment. Looptrain, ik hoor hem, hij heeft ghosts, hij loopt hier. Hij loopt hier jongens. Er loopt hier ergens om me heen een enemy. Oh, hier loopt hij. Daar was hij. Ik hoorde hem al lopen, maar ik wist niet precies waar hij zat. Vandaar dat ik het even rustig aan deed. Zo, dat ging ook bijna fout. Ik heb wel weer een nieuwe war, die bewaar ik natuurlijk tot de volgende ronde. Lekker teammate. Oké, lekker hoor. 57 kills in de eerste ronde. Dat is niet normaal veel, jongen. Holy shit, dat is echt heel veel. Misschien kan dit mijn allereerste 100 plus worden op deze game. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik had ook bijna een Diatomanized Strike 2 keer. Alleen die tweede death vond ik een beetje ons. In de eerste death had ik verdiend, want er stonden 2 mensen voor me. Maar wauw, we gaan hard, jongen. Ik zweer het je. Ik pak totaal geen vlaggen. Dus shout naar mijn teammates als ze dat wel doen. Maar dit kan een hard potje worden, joh. Zo, de knetter. Oké, heel veel wachten met mijn dingen inroepen. Snel weg daar, want hier gaan ze allemaal komen. What the fuck? Ik wist niet eens dat ik daar kon balrunnen. Holy shit, die had ik niet zien aankomen. Dat was mijn schuld. Oké, er zitten nu een paar naast me, want dat weet ik. Ah, teammate, wat doe jij? Oh, jij bent echt slecht. Holy shit. Hey, Luke, dat niet dan wat beter gekund, jongen. Ik dacht wel dat je me daar zou helpen, maar dat ging helaas niet door. Dan zie je maar, je teammates moet je nooit vertrouwen, jongen, dat soort gevallen, want... Ik ben er nu toch echt weer door dood gegaan. Ah, ik zet de red... ben mijn reactive arm nu kwijt. Wauw, hij loopt nog. Hij loopt gewoon door terwijl ik dood ben gegaan. Wat is dat nou weer voor onzin? Kom op, Wardensje. Jij kan meer houden dan dit. Ik ben gewoon mijn reactive armor kwijt, hè. Oké, ik heb C wel lekker gepakt daar. Oké, komen de enemies aan, jongens. Dankjewel, teammates. Lekker gepakt door die vlag. Goed gedaan, jongens. Ah, kut! Oké, kom op, Wardensje. Ik counter UAV's ook de hele tijd, jongen, die enemies. Dat is wel echt chill, hoor, dat ik dat doe. Want anders hadden ze me al lang een paar keer gekillt. Maar die enemies die zijn nu wel bezig om zich te concentreren, heb ik door. Want opeens hebben ze er wel zin in om het te killen. Oké, ze hebben A, de enemies. Dat maakt verder niet uit, dat is goed. Zo, wat een headcrash was dat, jongen. Lekker teammate. Nee, je hebt hem niet. Ik heb hem voor je teammate. Kijk uit, naast je komt train. Heb je die? Laat hem maar komen, joh. Laat hem maar komen. Wacht hem maar op. Ik ga erop af. Oh my god, staat er daar nog een? Kutzooi. Ja, er wordt wel even wat lastiger dit potje nu. En wel de 2 vlaggen, dus dat is wel goed. Maar dan winnen we natuurlijk wel gewoon dit potje. Op zich mogen voor mij de enemies ook wel weer een vlaggetje, want dat duurt het langer natuurlijk. Wow, yo, die had me snel dood, jongen, en een paar kogeltjes. Op dit moment is het wel handig als het potje langer duurt, want dan kan ik misschien wel die 100 kills droppen. Onzin, jongen, dat ik die niet heb. Wauw, jongen, hij schoot wel raak, hoor, daar niet van. Lekker teammates. Goede teamwork. Ik wacht hier heel eventjes, want ik weet nu waar ze zijn. Ja, Camp Jaraski, ik weet het. Daar moet ik weg. Daar moet ik weg. Daar moet ik weg. Jongens, ik ben er weggegaan. Spijt me zeer dat ik jullie niet heb geholpen, maar anders was ik dood. Af en toe is het handig om even weg te rennen. Het glitch pakken. Yo, het glitch. Counter UAV inroepen, dan weten ze niet meer waar we zijn. Kut, kut spinnetje. Flikker op. Dank je. Ik kan op zich nog wel makkelijk voor die spinnings wegrennen. Maar ze zijn irritant, jongen. We hebben geen UAV meer. Oh, jawel. Dat is een grapje.
Ja, we gaan die 100 kills niet meer droppen, jongens. Het is te moeilijk nu. Reactive armor aan. Ik heb mijn reactive armor aangezet. Daarom. Daarom heb ik hem aangezet. Je ziet het. Roep die warden even snel in. Voor mij mogen de enemies A hebben. Ik ga hem ook niet meer verdedigen, die vlag. Voor mij mogen ze die vlag namelijk gewoon hebben. Van mijn teammates waarschijnlijk niet en van mijn warden natuurlijk ook niet. Oh, lekker hoor, warden. Ik zag hem. Heel veel wachten hier. Ja, zitten bij C. Ja, Pok zit erop, man. Ik heb mijn 100 kills niet gedropt. Ah, kutzooi. 90 kills. Wel een nieuw record voor mij persoonlijk in Domination. 90 kills in een Domination potje solo. Ik heb niet in een party gezeten of wat dan ook. Dus dat is echt een hoog aantal. Helaas niet de Diatomenize Strike gehaald, waar ik wel eigenlijk een beetje voor speelde. Maar zijn er, ja, eigenlijk die eerste dead die hadden we verdiend. Toen kwamen er twee mensen aan. Beetje jammer. Alleen die tweede dead was onze, want ik hipfire. Alleen niks van die hipfire kogels gingen raken. Dus ja, daar ben je gewoon genaaid ook al op City. Maar heerlijk. Zo, heerlijk potje gespeeld om dit jaar mee af te sluiten, want het is natuurlijk 31 december nu, dus ik wens jullie alvast een gelukkig nieuwjaar, jongens. 90 om 10 als eindscore. Thanks for watching, thanks for the support, en hopelijk ook weer tot volgend jaar, oftewel morgen, simpelweg. Bye bye, mensen!